Ja, als je op het middenveld staat, is het een van de moeilijkste posities, vind ik zelf. Je moet altijd ogen in je achterhoofd hebben natuurlijk. Je moet altijd om je heen kijken. Je moet altijd de bal willen hebben, de bal willen vragen. En als je de bal aangespeeld krijgt, hoe moeilijk het ook is, altijd rustig blijven. Niet in paniek raken als iemand in je rug de bal probeert af te pakken. Altijd je handen gebruiken en dan... En altijd proberen de bal naar voren te spelen. Nooit terug, of het moet wel een keertje, maar het liefst altijd een snelle oplossing naar voren zoeken.